Goedenavond vanaf de Grote Markt Schiedam, waar we in de afwachting zijn van het ontsteken van de lampjes in de kerstboom door burgemeester Lamers. Om 7 uur vanavond begint ons programma echt live, maar het is hier zo gezellig en het loopt al zo aardig vol dat we onze camera's alvast aanzetten om u een impressie te geven terwijl het koor zingt. Het gospelkoor uit Vlaardingen, Glorious Touch. As a simple man and wife somewhere in the dark, his words cut the silent night. Take my hand, for the child that you carry is God's own. And though it seems the road is long, we're not that far from Bethlehem, where all our hope and joy began. For in our arms still cherish him, we're not that far.
Grote Markt. Waar straks de burgemeester de lampjes van de enorme kerstboom gaan aansteken. Lieve dames, heren en kinderen, opa's, oma's. Wij gaan nog wat liedjes voor jullie zingen, maar de tijd gaat pijlsnel. Dus misschien zingen we niet alle bekende nummers, maar we zingen in ieder geval wel liedjes die we met het koor hebben geoefend. En we gaan beginnen met het liedje Merry Christmas. Roosje Sloot, goedenavond. Ja, goeie avond. Hoe vind je het hier? Ja, het is super gezellig en druk en mooi aangekleed. Iedereen is blij. Superleuk. Ik vond het heel leuk dat ik jou langs zie lopen, maar ga je ook wat doen met je kindjes? Zeker weten. Ja, we gaan straks tussen 8 en 9 gaan we een heel programma doen met alle leerlingen van Villa Voice. Van jong tot oud. Grote groepen, kleine groepen, volwassenen, individuele zangleerlingen.
Dus ja, het is, we hebben heel de avond gevuld eigenlijk met Villa Voice. Nou ja, een uur. Ik weet nog dat je bij ons kwam toen je begon met Villa Voice. Van, ja. Ik zoek kinderen, ik wil een school gaan beginnen, ik wil zangles gaan geven. Ja. Dat is gelukt dus. Het is gelukt, ja. Bijna 5 jaar inmiddels bezig. En ja, het leuke is, ik doe het niet meer alleen. Ik heb hele toffe docenten bij me. En vandaag is juf Charlie er ook en juf Maral is er ook. En met z'n drieën gaan we zo ook nog even 2 liedjes zingen in de openingsshow. En ja, zo is het een heel fijn team met fijne zangeressen en hele toffe juffen eigenlijk geworden. Ja, want het is niet meer één groepje, je hebt gewoon diverse leeftijdsgroepen. Van heel klein tot bijna bejaard. Klopt, ja, ja. We beginnen bij 4 jaar. En als je dus 4 jaar bent, kan je al lekker zingen met juf Mandy en juf Rosanne. En dan heb ik een kinderkoor, dan zing je bij mij. En dan komen de tieners, die zingen bij juf Charlie. En als je dan individuele zangles wil, ga je naar Maral. En ik heb ook nog een volwassen zangkoor onder mijn hoede. En dat is ook echt heel erg leuk. Dus ja, je wordt er zo blij van dat zingen. En dat merk ik ook echt aan de mensen. Dus ja. Eigenlijk ben jij ook altijd blij. Ik ben altijd blij, want ik zing heel de dag door. Ja. Als ik je zie, ben je altijd blij. Ja, ja, het komt misschien wel door het zingen. Ik weet het niet. Maar ja, ik denk dat het werkt. En kan je alvast een klein beetje verklappen wat jullie gaan zingen straks? Ja, tuurlijk. We doen bekende liedjes zoals O Denneboom. Maar we doen ook een heel tof liedje van Sherry Ann samen met Zang Express. Sherry Ann zit nu in Expeditie Robinson in de finale. En zij heeft ook een heel tof kerstliedje geschreven voor Zang Express. Ja, en met de juffen gaan we een traditional doen, een beetje in een modern jasje. Dus ja, allemaal kerstliedjes en ook een enkel popliedje nog ertussendoor. Heerlijk, we kijken er naar uit. Ja. Het begint een beetje te druppelen, dat is weer wat minder jammer. Maar dat geeft niet, misschien wordt het wel sneeuw straks. Dat zou gezellig zijn. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes. En ga naar je kindjes. Dank voor jullie tijd. En kom weer eens een keertje langs met een paar van die kinderen in de studio. Ja, ja, dat gaan we doen. Leuk, dat doen we graag. Ja. Okay. Hoi hoi. Yeah.
Dames en heren, een hartelijk applaus voor de kinderen van de Sint-Bernardus-school. Het schoolkoor Klasse, dankjewel. Het is donderdag, 12 december 2019. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij Kaarsjesavond op de Grote Markt in Schiedam. Graag stel ik aan u voor uw presentatrice. Hier is Anne Rats. Goedenavond Schiedam! Wij gaan zo meteen met elkaar de kaarsjes in de kerstboom aansteken, of de lichtjes eigenlijk. Maar dat gaat dit jaar een beetje anders dan jullie allemaal gewend zijn. We hebben namelijk vanavond niet alleen programma hier op de Grote Markt. Ja. We hebben door een aantal delen in het centrum heel veel leuke activiteiten. En dat komt omdat de gemeente Schiedam, ondernemers in de stad en een aantal andere initiatieven het heel belangrijk vonden dat dit evenement uiteindelijk uitgroeit tot iets niet alleen hier op de markt, maar in het hele centrum. En daar kan u vanavond ten volle van gaan genieten. Graag een heel hartelijk applaus voor onze stadsdichter Yvette Neuswanger. De boom in met al die lampjes. De donkere dagen voor kerst vragen niet om LED of halogeen. Echte verlichting vraagt om aandacht voor elkaar. Een onzichtbare arm om iemand heen. Wij zijn zelf het licht. Als je ooit het donker ontmoet, worstelt met angsten, verdriet of pijn, steun dan op de mensen die van je houden. Hun liefde als een baken, warmer dan vuur ooit kan zijn. Hun onvoorwaardelijke troost, geduld en vertrouwen, zij zijn jouw licht. En ook voor de mensen die je hebt verloren, draait het niet om het kaarsje dat je voor hen in de kerk ontsteekt. Het zit hem in de warmte die je voelt als je de herinneringen ophaalt aan hen die nu ontbreekt. Zij geven jou het licht. Dus de boom in met al die lampjes. Want het meest krachtige wapen waarmee je in het donker kunt verjagen, is klaarstaan voor iemand. Gewoon er zijn, zonder te vragen. Het draait niet om die snoeren vol met lichtjes, maar om het vuur dat in ons brandt. Om dankbaarheid, om samen zijn. Het gebaar van een helpende hand. En dan zijn we zelf het licht. Geniet vanavond met volle teugen van al die lampjes hier op de koude Grote Markt. Maar zorg ervoor dat als het erop aankomt, je een ander bijschijnt vanuit je hart. Wees elkaars licht. Dank jullie wel. Dankjewel Yvette, prachtig, dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes, wat is Kaarsjesavond zonder muziek? Dat willen we niet. Ik stel jullie heel graag voor aan de docenten van Villa Voice. Op het podium staan Maral, Charlie en Roosje met hun eigen versie van Have Yourself a Merry Little Christmas. Ja, okay. Hebben jullie het koud, dames en heren? Nee, hè? Nee. Oh. Alle kids kunnen goed toneel spelen. Doe maar lekker mee, als jullie hem kennen. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on your troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yours. Faithful friends who are dear to us, getting near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star above the highest bough. Wat gezellig, al die mensen bij elkaar. Nu al allemaal lichtjes van de kerstmutsen. Prachtig. Goede muziek, man. Ja, heel de avond. Woe. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more.
beter loud. Hang a shining star upon the highest bough. It's a merry little Christmas now. Applaus, dames en heren, voor de docenten van Villa Voice. Geweldig. Die gaan jullie straks nog een keer horen. Dames en heren, jongens en meisjes, het moment is bijna daar. De lampjes in de kerstboom zullen bijna aangaan. Maar er is natuurlijk nog iemand die we niet willen missen op Kaarsjesavond. Graag een hartelijk applaus voor de kersttoespraak van onze eigen burgemeester, Cor Lamers. Ja, jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's, Schiedammers. Ook van mijn kant hartelijk welkom hier op de Grote Markt. Het staat helemaal vol en het is indrukwekkend om te zien hoe Schiedam nu vanavond toch echt één is. Het is altijd een bijzonder moment, kaarsjesavond hier op de Grote Markt. Een mooie traditie, Schiedam en kerstveren. En ik mag wel zeggen dat we er trots op mogen zijn dat dit kan, dat we dit al vele jaren doen en dat dat ons ook bij elkaar brengt. Geeft een gevoel van saamhorigheid. En ik zei net, Schiedammers zijn nu echt onder elkaar. En dat kan alleen maar op die mooie grote markt. Een volle grote markt. Met straks een mooie boom. Net als andere jaren gesponsord door onze Schiedamse bedrijven Mammoet en Zandvink. Anders had die boom daar niet mogen staan. Maar vanavond kunt u ook elders in de binnenstad terecht. Zoals Anne al vertelde, we hebben gekozen voor een wat andere opzet. We willen dat er op Kaarsjesavond meer is dan alleen een festiviteit op de Grote Markt. En dat brengt, hoop ik, nog meer Schiedammers op de benen. En zal u ook, hoop ik, aanspreken. En we willen de komende jaren Kaarsjesavond nog verder proberen te ontwikkelen. Maar laten we niet vergeten, we staan aan de vooravond van de kerst. Voor vele mensen is het een mooi jaar geweest. Voor vele mensen is het helaas ook wel eens een minder mooi jaar geweest. Kerst geeft ons de tijd toch een beetje terug te blikken en vooruit te blikken naar 2020. Een heel bijzonder jaar gaat dat worden. Ik wil nog even erop wijzen dat er straks ook nog allerlei binnenstadslocaties en binnenlocaties ook beschikbaar zijn. Dat u daar kunt gaan rondkijken. En ik wens u natuurlijk, want daar gaat het ook om, straks met de kerstdagen en met Oud en Nieuw hele fijne feestdagen toe. En maak er vooral een veilig jaarwisseling van en een gezond en mooi 2020. En terwijl ik aan het woord ben, mag ik nu aankondigen dat we de boom gaan ontsteken. En dat gaan we op een hele bijzondere manier doen. We hebben vanavond de hulp ingewonnen van theatergroep De Stokerij. Schiedamse theatergroep, inmiddels bekend, en actrice Roos Drent gaat u daarover meer vertellen. Roos. Ja. Dank u wel, meneer de burgemeester. En goedenavond, Schiedam. Wauw, wat zijn jullie met veel en wat zien jullie er prachtig uit. Ik ben enorm vereerd dat ik hier samen met jullie de boom mag ontsteken. Mijn naam is Roos Drent. En ik speel in de nieuwe kerstvoorstelling van de Stokerij Schiedam. Die heet De Kleine Prinses. En deze... Ja, nou al applaus. Hartstikke goed. Deze voorstelling is een co-productie met Theater aan de Schie. En daar spelen we ook van 21 tot en met 28 december. Als je er meer over wil weten, daar bij Zalig staat een prachtig standje. En dan kan je zelfs al kaartjes kopen. In deze voorstelling speel ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met een heleboel bijzondere talenten. Met bijzondere Schiedamse talenten. En daarom leek het mij een goed idee om niemand minder dan de kleine prinses zelf te vragen om ons te helpen om die prachtige boom te ontsteken. Dus hier is ze, helemaal vanaf haar planeet, asteroïde B612, de kleine prinses! Vlieg met me mee, boven de wolken met me mee.
Nou, ik heb hulp. Ik heb een kunstenaar gevraagd om mij te helpen. Sorry, wat zeg je? Kunstenaar? Nou, ja. Dat vind ik wat onverwacht. Wat maakt die kunstenaar? Kunst. Ik maak kunst. Wacht even hoor. Ik zit een beetje in de knoop hier. Wacht, ik zal deze slinger, die moet daar naartoe. En uiteindelijk moet dan, gaan we de lichtjes in de boom aanmaken. Ja, oké. Nou, meneer de kunstenaar, dan laten we daar dan een goed moment van maken. Ja. Dan tellen we met heel Schiedam af van 5 naar 0 en ja. Dan... En dan doe ik die hendel naar beneden. En dan doe jij die hendel. Oké. Ja, heel goed. Daar komt ie. 5, 4, 3, 2, 1. Goedenavond. Wat? Hey Frank, wat doe je nou, man? Wat? Doe die lichtjes aan. Nee, niks ervan. Ik ben hier de lantaarnopsteker en het is mijn taak om op dit tijdstip alle lichten uit te doen. Ja, regels zijn regels. Dat kan toch niet? Zo verpest je mijn werk. Ja, dan moet je echt werk zoeken, man. Ik doe echt werk. Ah, nee, man. Wat jij doet, dat heeft toch een enkele nut? Dat heet een hobby. Een kind ziet zelfs niet wat jij doet. Nee, dat komt omdat jij het licht overal uitdoet. Oh, als je dat zo... mijn werk niet tot zijn recht. Oh, als je dat dan zo graag wil, dan doe ik het licht er gewoon weer aan. Goedemorgen. Frank, dat is toch veel te veel licht, man. Dan zie je nooit wat. Nou, wat wil je nou, man? Ik hou me gewoon aan de voorschriften van wat afgesproken is. Regels zijn regels. Oké, Frank. Wil jij je dan misschien voor mij... voor één keer niet aan de regels houden. Ik heb de burgemeester en de kleine prins beloofd... Ja, wacht even. Ik heb niks te maken met wat jij aan andere mensen hebt beloofd. Voorschriften zijn voorschriften, regels zijn regels. Ja. Goedenavond. Ja, nu is het toch weer veel te donker, man. Hoe kan ik mijn werk nou doen als jij je aan die verdraaide regels wil blijven houden? Dan moet je dus echt werk zoeken, iets nuttigs. Ik heb erg werk. Nee, jij doet een hobby. Ik doe geen hobby. Meneer de lantaarnopsteker, ja. Waarom werken jullie eigenlijk niet samen? Nou, dat is een goede vraag, kleine prinses. Kijk, hij houdt zich niet aan de regels. Er zijn geen regels voor wat hij doet. Ja, daar valt toch niet meer samen te werken? En als u nou alleen de lichtjes van de boom aandoet voor de kunstenaar. De kunst van deze kunstenaar is superbelangrijk. Voor iedereen. En al helemaal nu. Het is kaarsjesavond. We moeten ervoor zorgen dat het werkt. Nou, wie wilt mij helpen? Geweldig! Geweldig! Kom maar hierheen, want ik moet er helemaal uit. Ga allemaal naar die kunstenaar! Ja. Want samen bereik je meer dan alleen! Ja. Oké, kleine prinses! Ja, we moeten eigenlijk die... We zijn op weg. Ja. Los van de grond, een beetje we zijn op weg. Los van de zwarte kracht en weg van al die regels en hokjes en goede cijfers. Eindelijk niet altijd nuttig zijn. Vlieg met me mee. Ja, goed, de muziek kan uit. De muziek kan uit. Het moment is daar. Bent u er klaar voor? Ja. Dit valt me heel erg tegen. Ik vroeg, bent u er klaar voor? Ja! Kleine prinses, ben je er ook klaar voor? Ja! Daar gaat ie! Succes, meneer de kunstenaar! 5, 4, 3, 2, 1! Goedemorgen! Supergoed! En we hopen jullie allemaal te zien van 21 tot en met 28 december in het Theater aan de Schie bij de voorstelling De Kleine Prins. Fijne avond! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Snow in a one horse open sleigh. Oh, the fields we
is voor jullie. Jullie kennen hem allemaal, hè? Burgemeester Lamers tegenover mij, goedenavond. Goedenavond. Een mooie boom, kijk nog even. Ja, dat is een hele mooie boom en groot deze keer. Hè? Ja. Hij is inderdaad behoorlijk hoog en goed gevuld. Goed gevuld en nou, het is een plaatje op deze markt. En begon eigenlijk al op de Koemarkt deze kerstavond, zeg maar, deze feestavond? Ja, een mooie initiatief van Nico Sterrenberg en Café de Koemarkt. Die een minimarktje hebben georganiseerd, eigenlijk rond het goede doel. Er wordt geld ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis. Die willen een kinderhersenkliniek
gaan oprichten. Daar is geld voor nodig. En het begon ooit spontaan van mogen we een pot op je balie inzetten om geld in te zamelen. Het is een compleet kerstmarktje geworden. Mooi initiatief, zag er gezellig uit. En alle lof voor ze. En als dat dan gelijk met dit kan, dan heb je gewoon een mooie traditie. Aan de kop van de Hoogstraat het een, aan het eind het ander. Ja, dat is een beetje een mooie neveneffect van de verhuizing van Nico Sterrenberg. Aan de Lange Haven stond die verkeerstechnisch een beetje in de weg en staat op een geweldige plek op de Koemarkt. En hij brengt levendigheid met zich mee. En dat kunnen we best wel gebruiken in deze dagen. Ja, want dit is ook kaarsenavond nieuwe stijl. Beviel het? Ja, nou, ik ga zo dadelijk de binnenstad in. Want de bedoeling is dat alle Schiedammers ook de binnenstad ingaan. Vroeger was kaarsjesavond echt een groot feest en ook gezellig feest op de Grote Markt. Maar we willen dat de Schiedammers in de binnenstad blijven en dat ook de ondernemers er nog een beetje lol aan beleven. En die hebben gezegd, we gaan de handen ineens slaan en we gaan er gewoon een gezellige kerstmarkt in het hele centrum van maken. En overal staan kramen. Er zijn zelfs binnen, bijvoorbeeld bij Zaal Bezig, zijn ook activiteiten en zangers en optredens. Dus wat dat betreft begint het echt wel een beetje te groeien. Ja, ja, wat dat betreft was het hier ook in ieder geval heel gezellig. Ja. En morgen natuurlijk een andere traditie op het Wilhelminaplein. Inderdaad, daar wordt ook een boom ontstoken, maar dan op zijn Goorzenees. Kleinschalig, met engeltjes, dat hoort daar ook bij. Ik denk een hele feestelijke afsluiting van een hele hectische periode. Ja, het is een hele rare periode. We hebben natuurlijk recent het plotseling overlijden van Andreas Rozen meegemaakt. Dat is echt wel als een schok door Schiedam en zeker door de gemeenteraad gegaan en het stadskantoor. Sowieso is kerst al een rare periode, omdat je aan het eind van dit jaar dan ineens terug gaat blikken. Er zijn mensen ontvallen, er zijn mooie dingen gebeurd. Het is altijd goed en minder goed door elkaar. Maar kerst is wel een periode om even weer als gezin en als familie bij elkaar te komen. En ik wens ook iedereen toe dat ze een hele mooie kerstperiode beleven. Gezellige sfeer, ook de mensen die het wat minder hebben, dat ze toch de aandacht krijgen die ze verdienen. We gaan binnenkort nog een mooi kerstdiner voor de cliënten van de voedselbank organiseren. Dat is ook een jaarlijkse traditie. Dat doen we altijd een beetje in beslotenheid om die mensen privacy te geven. Maar het is een mooi event dat we ieder jaar doen. En dat zijn de dingen die dan ook bij kerst worden, dat je aandacht aan elkaar geeft. Ja, het is een periode van bezinning, het is van feest en het is van nadenken en herdenken. Ja, en vooruitblikken. Hè. We gaan naar 2020, het jaar van 75 jaar bevrijding. Dat is ook wel weer een bijzonder jaar. Dan gaan we bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wat aandacht aan besteden. Dus het is echt een beetje in-between moment. Maar het ontsteken van de bomen op kaarsjesavond is dan toch het moment dat je denkt, oké, nu gaat het beginnen. Nu beginnen gewoon de donkere dagen voor kerst. En we maken er een hele gezellige boel van. En we maken het heel erg licht met allerlei mooie lichtjes. Okay, bedankt, een hele fijne avond verder. En fijne kerstdagen voor de kijkers van Ski TV. Dank u wel. Oké. Okay. Anne, goedenavond. Goedenavond. Was dat leuk? Ja, het was ontzettend leuk. Het was heel leuk. Het is ontzettend gek hoe druk het was vanavond. En dat is natuurlijk echt een warm bad waar je dan in mag presenteren. Dat is echt te gek. En dan gelijk ook een stukje laten zien van de kleine prinses. Ja, dat is ook heel bijzonder. Dat we dit jaar een stukje uit de kerstvoorstelling mochten laten zien. Dat was echt heel erg leuk. Heel erg kerstig ook. Ja. Hoe gaat het met de kleine prinses? Dat leeft, dat bruist, dat doet? Ja, we zitten nu ruim een week voor onze eerste voorstelling. Dus we spelen een aantal doorlopen en daarna gaan we het theater in. Om er vervolgens 21 december met een voorstelling uit te komen. Dus het wordt nu echt heel erg spannend. Ja, het wordt heel erg spannend. Maar het is ook, Koen Woutersen, regisseur, die zei het vandaag nog tegen iedereen. Ja, we gaan nu alle twijfel aan de kant gooien. De kleine prinses is echt iets anders dan wat mensen ooit hebben gezien in een theater. Dat wordt in Schiedam gemaakt. Dus we gaan nu alle twijfel overboord gooien en alle vragen. En we gaan er gewoon snoeihard voor met z'n allen. Nou ja, en dat zag je vanavond hier ook al op de Grote Markt. Doen er ook een heleboel horecabedrijven mee? Weer meer als vorige keer? Ja, dat klopt. Ja.
Ja, we vinden het gewoon heel erg belangrijk in een tijd zeker dat er in Nederland op de kunsten weer enorm bezuinigd wordt en er vraagtekens gezet worden. Is het zo bijzonder om te zien dat in Schiedam de kunst en de podiumkunsten zo omarmd wordt door iedereen. En door zoveel ondernemers in het centrum. Dat is waanzinnig. Nou heb ik de kijkers beloofd dat ze moeten komen, heb ik gevraagd. Dat dan ook in het theater, in de foyer, weer van alles gebeurt. Ik hoop dat dat ook zo is. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook weer uitgebreider dan vorig jaar. Ja, wij vinden het gewoon ontzettend belangrijk, de stokerij, maar ook Theater aan de Schie, om iedereen verslaafd te krijgen aan theater. En dat doe je door allemaal mensen mee te laten doen. En doordat mensen in de foyer hun eigen onderneming kunnen presenteren, deel worden van de voorstelling, ja, gaat dat bruisen en wordt dat feest. En nou ja, het feest is nog nooit zo groot geweest als dit jaar met kerst. Kijk. Dat is een traditie geworden. Stonden wij hier aan de wieg van een nieuwe traditie op Kaarsjesavond op deze manier? Ja, dat moet ik natuurlijk even afwachten. Maar de eerste reacties op de scène waren ontzettend positief. Dus wij hopen erop. Er staan een paar heren op je te wachten. Ik dank je dat je even tijd voor ons had. Heel veel succes en ik zie je in theater. Dank je wel. Zolang als ik mij ook maar kan herinneren, staar ik steeds naar het water en ik weet maar niet waarom. Ik ben toch de dochter van mijn vader.